moment, op dit moment wel. De route van Daniel is nog niet uit. Dus de update inderdaad, die kan wel bijvoorbeeld... Hij kan ook in principe op de IJssellijn. Maar in principe de IJssellijn, ja, die stopt in Zwolle. Dus tenzij je alleen maar dat stukje die kant... En ja, heel even die kant op wil laten rijden. Maar anders kun je het niet gebruiken. In ieder geval effectief is Noord-Oost-Nederland op dit moment. En natuurlijk de fictieve, hè. Dus, maar goed. Laten we even verder gaan. En dan pakken we deze... En wij staan in Newark. Wij staan op een stuk trein die niet meer bestaat. Of een stuk terrein. Even kijken. Origin is Amboy. Steel. En we gaan naar Newark, dacht ik. Oh nee, Oak Island. Dan doen we met een genset natuurlijk. En is van CSX Transportation. Zo. Tjoetjoe. Oh ja, Hype Train, die had ik inderdaad. We hadden inderdaad een Hype Train. Dus even kijken waar mijn venster is ook alweer weg daar. En ik heb geen idee waarom die niet werkt. Nou ja, ik had daar een venster en hij is in één keer weg. Ik vind het allemaal prima. Maar goed. Tjoetjoe. Melvin Straatsma, bedankt voor de woorden. Volgens mij, die zag ik gelukkig nog wel. Even kijken. Your first task, even kijken. Nou, dit hebben we al gelezen. Your first task will be to couple onto the three covered hoppers at Amboy Steel Siding 7. You will be responsible for handling your own manual switches. Oké. Okay. Nou, wij zijn hier, waar zijn wij op de route? Wij zijn hier. Wat is hier? Dat is New York Penn. Oké, dat is Penn Station dus. Dan is dit. Dit is ook Penn. Dat is Pennsylvania Station, dacht ik. Of... Ja, dit is Hoboken Terminal. Dit is die andere. Wij zijn hier. Het gaat helemaal tot... Bayhead Yards. Maar goed, wij gaan daar naartoe. Dus wij gaan hier in de cabine. Lampjes aan, lampjes aan, lampjes aan. We naar voren. Wij gaan rijden, dus wat doen wij? Wij doen die. En die. Dankjewel Tom. In ieder geval ook goedenavond en welkom. Ja, hyperspeed zometeen van 15 mijl per uur, hè. 16 is hyperspeed. Kijk, waar moeten wij trouwens zijn? Daar, dus dat scheelt dat in ieder geval. Ik vind het allemaal prima. Die doen we hier. Die doen we daar. Volgende week geen huiswerk, alleen leren voor SE week. Succes. Succes hier. CSX Genset Allrounder, prestatie ontgrendeld. Oké. Okay.
Ik vind het allemaal prima. Oh jee. De wagons hebben physics gekregen. Coupled. Now we need to add 4 covered hoppers om Amboy Steel Siding 8. Dat is dus diegene daarnaast. Nice. Dus dan gaan wij reverse zetten wij naar voren. Die noemen wij daar af. Je ziet wel een spotje waar we kunnen saneren hier links. Deze. Nice. Ik hoop dat ik mee naar achter ga, dan vlieg je trein tenminste niet naar het hiernaast. Ja, in Amerika is dat zo, dan kunnen die koppelers die kunnen stretchen en zo, de knuckle-koppelers. Maar in principe zou hier iemand achter staan, zeg maar, of de conducteur zou uitgestapt zijn. Die staat hier achter op de trein. Nou, eigenlijk die staat hier al en die heeft de wissel omgezet. En dan vervolgens zegt hij van hoeveel meter je moet. En dan remt hij precies af. Want je doet echt letterlijk en dan rolt hij heel ietsje naar achteren en dat is je aankomst. Zo, coupled. Now we next we need to couple to the 5 tank cars located in Amboy Steel Siding number 4. Oké. Okay. Couple to the back of CSX. Dus we moeten die kant eigenlijk helemaal op. En we moeten eigenlijk daar naartoe en dan moeten we daarna naar achteren. Nice. Achteraan rennen. Nou, in principe de conducteur is verantwoordelijk voor in ieder geval de trein in ieder geval. De machinist doet alleen maar rijden. Ja, maar als je ook eens als je video's kijkt van in een die zijn wel te vinden op internet, dan zie je ze echt letterlijk dit doen. Dat is gewoon echt letterlijk iemand die vervolgens zo staat, ik moet even camera doen. Zo staat te zwaaien en mijn camera gaat fuzzy daarmee. En dan zoek en dan stopt hij. En dan ondertussen radioot hij het even door. En dan gebeurt en dan vervolgens kopt hij netjes aan klonk. Oh, zie je seks 4x8. Ik heb erover gelezen, joh. Nou, één ding. Er zijn van de 6 motoren zijn er 5 aan. 4. Er is net eentje uitgegaan. Ja, dit is environment friendly. Dit zijn niet de ouderwetse diesels van vroeger. Moeten wij de tankercars hier rechts aankoppelen? Maar goed, in reality is dit blijkbaar allemaal gesaneerd. In Murken.
blijkbaar wel. Ultra low emissions diesel genset switchen. Kunnen wij hier wel door? Ja, we kunnen hier wel door. Ik ben nog niet leed. Nog niet leed, in ieder geval hoop ik niet. Phew, geen tijd, dus dat is goed. Wat hebben we hier? De normale gondola's. Even kijken, tanken cars. Doek. Doen we die. En doen we die. Kijk, in Trainse World zou ik nu hier bijvoorbeeld de camera hier op de achterkant kunnen zetten met de 3-camera. Edwin, goedenavond en welkom. Ja, dat kan, maar ja, DTG, dus dat doen ze niet. Alleen denk ik dat ik een probleem heb, want ik had mijn... Ik heb mijn wissel om moeten zetten, dat heb ik niet gedaan. Ja. Goed. Ik kan ook voor de veel. We hebben een veel. En Mark in ieder geval de waterfles. Dank je, Mark. Even om wakker te blijven. Het is ook zo wat. Daar hebben ze de grond hier ietsjes naar boven getrokken, waardoor die wissel dus in de grond zit. Dat is een TS-issue. De conductor is in slaap gevallen. Die stond waarschijnlijk hier ergens of zo. Anyway, let's go to the back. This junction is good. This junction is good. Now we need to wait to couple up to these wagons. Stefan, goedenavond en welkom. Ik zal zeggen pauze. Zo. Dat is wel een hele tight curve trouwens deze, maar goed. Klank, ze hebben physics gekregen. Coupled and clear.
Proceed to ambush Steel Lead. Once there, you can stop and contact the dispatcher for the NJCL mainline clearance. For your mainline run, activate your in-cap signals Control D and Control F. Okay. Okay. Alleen ik heb geen idee waar ik daar kan verder kan op zien, maar goed. We hebben een bel. Oh, daar. Maar de ACS system niet. Dus misschien dit of zo. Maar goed. We zien het wel. Wat een armzalige cabine. Maar goed, laten we hopen dat het goed gaat. Nee, 100% is maximaal tractie, maar je zit ook met een aantal ampère wat je kunt opwekken en sowieso, het is een hele tight curve, dus laten we zo zeggen, full power, nope. Dat was een alert volgens mij. Nee, ik ga het niet yeeten hoor. Dat lijkt me onverstandig. Dus ben je alweer dicht dan, Stefan, ondertussen. Dus ben je alweer klaar. Laten we zo zeggen, is niet verstandig. Kijk, pruttelt één motortje. En een tweede. Er pruttelen twee motortjes. Goed dat ik die zag. Niks meer dus weggezet, dat we klaar was, hadden geen drie bezorgingen nodig. Ah. Nou, ik heb volgens mij niet. Ik weet niet eens of ik dat ding heb. Betwijfel. Ja, ik denk dat er op zich wel scenario's inderdaad best wel uit zullen komen. We slijden in de VS sowieso fancy hoor. Ja, fancy. Dat weet ik veel. Kijk. Ik weet niet of. Ik denk niet dat dat een Nacella is, maar. Dat wij in ieder geval maar even full power afgaan. Het is een. Sprintertje. Het is wel weer een Europees design eigenlijk, krijg ik het idee van. Maar goed, misschien is het wel Amerikaans. Gaat hij niet van de Long Branch? New Jersey Transit. Yeah.
moet sowieso even stoppen hier. Oké, ik zie al dat ik Luna White heb. Luna White betekent 15 mijl per uur. Ja, veel plezier, Stefan. Engineer CSX Local 1306 to East Dispatcher. We have completed our work at Port Embo and ready to head for Oak Island. Bleh, 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 bleh. Dispatcher to CSX 1306. I have a long branch bound NGT train lead unit due to output at 9:17. Once he is clear and subject to signal indications, you may proceed into the main line. You are limited to 15 miles per hour. With your freight consist dispatch out. Nou. Dus laten we even wachten of er misschien nog een reactie komt. Ja, I know, die is al voorbij. Nou, veel plezier in ieder geval, Stefan, met je met de flirt. Ik denk dat iedereen wel leuk zal vinden. Maar goed, wij gaan die kant op. 50 mijl per uur speed limit. Wij gaan via Railway Track E. Dan via Linden Track E. North Elizabeth Track 2. Passaic en Harsimius Line. En dan stop at Oak Island Yard. Amerikanen met hun stations en dan vervolgens met een dikke vette Amerikaanse dieseltrein. Highball, line speed dus. Ik verwacht het wel. Blijkbaar gaan we hierover. We hebben daarom turnout dus. Alleen weet ik even niet wat de signaling indications daarvan zijn. Oké, laten we eens even kijken. Heb ik hier deze? Medium speed is 30 mijl per uur.
Groen knipper. Approach limited. Proceed approaching next thing. Limited speed. Limited speed is 45. Als dit tenminste de goede zijn. Oh, wacht even. CSX Transportation Signal Rules Form a Conrail. Proceed in accordance with CAP. Signal indications reduce speed to not exceeding 60 if CAP speed signal is displayed without the signal speed or if CAP signals are not operative. Signal speed limit normal is posted. Limited speed is 45. Speed limit is 30. Ik krijg het idee dat deze signal rules van toepassing zijn. Voor het geval dat jullie het willen weten. Deze. Een CR12811A rule. Cap speed. Proceed according with the cap signal indication. Knipper. Dat is. Kan best zijn dat deze is. Approach limited. En approach limited is limited speed is 45 mijl per uur. Dus, zullen we het wel zien. Ik ga niet in ieder geval over. Kan ook zijn dat het 60 is. Dus we zullen het wel zien. Aan de andere kant altijd nog de Central Railroad of New Jersey. En dan is het een Approach Limited. En een Approach Limited is 45. Dankjewel, ik moest even wat water hebben. En Melvin trouwens ook, dankjewel. Dus een dubbele. En nog eentje. Nou, als deze tankers vol zitten, dit zijn grotere tankers dan in Nederland, daar lijkt mij. En we hebben er 5, dus maar goed, we mogen zometeen toch niet harder dan 50, dus we zijn er bijna. Cleo, dankjewel voor de film. Lijkt me meer een alert dan een access. Maar we zullen het wel zien. Bjorn Boy 2005, bedankt voor de follow. En goedenavond, welkom. Good evening en welkom. Ja, wat wij doen is, wij zijn een local train. Krijg ik het idee van. Open handling, local switching. Local switching is eigenlijk wat wij doen, zeg maar, eigenlijk een beetje op dit moment. Dus het is een vrij korte trein met een aantal deliveries die je moet ophalen of moet wegbrengen. Vrij korte trein. Het zijn niet de hele lange manifest freight, zeg maar, die wij die je kent, zeg maar. Onderweg naar Kievenhoek. Kievenhoek. Cleo, inderdaad ook. Goedenavond en welkom. Maximum speed reached 50.
Oh god, hebben we weer naar Pros Limited. Ik ga ervan uit dat het 45 mijl is. Dan zit ik in ieder geval altijd safe. Er zit behoorlijk wat, wat tension op deze wagons, want zodra ik afrem en ik laat de rem los, dan drukken ze mij gewoon naar voren. Murka, daar zijn we. Dit is de oplossing voor het energieprobleem. Waar is de Trump-post? Gelukkig is deze route uit de tijd voor Trump. Dacht ik tenminste. Nee, maar één ding waar Amerikanen vrij snel, wat ze vrij snel doen, is overal de vlag hebben hangen. Maar goed, ze zijn gewoon trots. In Nederland zie je bijna nooit de Nederlandse vlag. Behalve hier in de regio, want dan zie je overal de Achterhoekse vlag. Oh, geweldig. Cleo, die komt weer even binnengevallen met een resubscriptie. Welkom terug, Cleo. En oeps, 33. Dankjewel voor alle support, Cleo. En welkom. En Treinenfan ook, goedenavond en welkom. We hebben dus een approach medium of approach, wat is dit? Medium speed. Oeh, 15. Ja, geel knippen. Geel knippen volgens de sheet is advanced approach medium. Proceed approaching second signal at medium speed. Maar het kan ook zijn dat het een advanced approach is. Dat betekent dat we op de tweede signal moeten stoppen. Ja, zin er steeds wil je zeggen. Ik moet zeggen, het hangt hier inderdaad. Er hangen hier heel veel. Kijk, we hebben een rood-groen. Rood-groen betekent medium clear. Proceed medium speed within interlocking limits. Dat betekent een medium speed van 30. Maar aangezien we hier zometeen een speed limit van 15 hebben, ga ik ervan uit. We even flink moeten afremmen. Break, please. 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 Zucht. Het is maar goed dat het geen career scenario is. Oh.
Rippen niet. Moeten we nou vinden? Ik vind het erg raak in me. Ja, dat is zeker. Hetzelfde als je bijvoorbeeld inderdaad nu zou wennen aan, of eigenlijk moet wennen aan de SNG. Iedereen aan de SNG. Dus hetzelfde met de flirt. Het is altijd weer wat nieuws om aan te wennen. ...256 pas. Mark die gaat even wat spierings inhalen blijkbaar. Damn you cooldown. Mark achter zijn computer. Damn you cooldown. Dit wordt nog leuk. Oh god, nee. Let's go. Ondertussen alle passagiers denken zo van oeh, noob driver, noob driver. Dat is niet Acela. Dat is even kijken, welke is het? De ECS64, een Europese lok. Die niet de Tracerville 2 is. Met natuurlijk de M-Fleet. De M-Fleet cars. Ik weet niet of we de Acela trouwens tegenkomen. Dat is in ieder geval Amtrak. Ja, het is zeg maar, de Acela kun je een beetje vergelijken met de HST een beetje. Gewoon twee loco's en dan wagons ertussen. Ik heb afgelopen vrijdag heb ik Trainsworld gedaan, Treinfan. Dus het kan best zijn dat dat even duurt voordat hij weer terugkomt. Oeh, we zitten onder andere signaling. Welke signaling zitten we nu onder? Geen idee. Maakt wat uit. Het is ongeveer hetzelfde. Het is 30 mijl, 45, 15 of... Stop. Of 50. Line speed. Ja, meestal Leo, maar hij probeert inderdaad, tenzij het inderdaad niet gaat of dat er echt inderdaad wat anders is, dan is wat anders dan is inderdaad zondag altijd TS daar. Ja, je gaat niet zo super. Voor Amerikaanse begrippen ga je super snel, maar voor Europese begrippen eigenlijk niet. Maar volgens mij is de Acela zelf is al heel oud. Tegenwoordig wordt het heel vaak met die gereden. Ik weet niet of de Acela's nog rijden überhaupt. Ze hebben in ieder geval nieuwe trains in ieder geval waar ze aan het testen geweest. Dus, nou, Railway Track A. Op naar Linden Track A.
Voor het geval je wil weten, ja, wij zitten op de Northeast Corridor op dit moment. Dus laten we even wat tractie bijzetten. Maximale tractie. Let's go. Nee, we rijden niet de hele map af. Ja, die had een tiltsysteem. Eigenlijk een beetje hetzelfde als de Pendolino's. Dus ook Amerikanen krijgen het geweldige tilting systeem van Fiat. Ja, A380's die zijn inderdaad niet eens meer in de maak en heel vaak gaan ze inderdaad gewoon weg, want ja. Maar uiteindelijk, ik ben zoveel twee keer in New York geweest. Ik heb één vakantie alleen New York gedaan. En één vakantie hebben we New York gedaan en Pennsylvania. Richting de Pennsylvania Dutch zijn we geweest. Oftewel, we hebben een buggy ride gemaakt met Amish. Dus dat was ook wel leuk. En wat we daarna hebben gedaan is, we zijn doorgegaan richting Toronto. Bij Niagara Falls hebben we een dag of twee, drie doorgebracht. En leuke vakantie. Laten we zo zeggen, het is eens een keer wat anders dan de Europese tuinen die je altijd hebt. Of Nederlandse tuinen, wat we ook wel doen. Kijk, de eerste keer hebben we met KLM gevlogen, de tweede keer met Delta, met een Amerikaanse maatschappij. Laat ik zo zeggen, ik heb liever de KLM. Tegenwoordig moet ik wel eigenlijk een business class hebben. Ja, maar hey, je kunt toch niet op vakantie. Dus wat je nu het beste kunt doen, is lekker sparen. Voordat je dat kunt doen, dan kun je lekker een luxe vakantie ervan maken wanneer het weer mogelijk is. Poeh, net op tijd. Dat is steeds een highball. Een NJT train. Nou, voor een low emissions diesel heeft hij behoorlijk wat diesel uitstoot. Maar ik zou het zelf ook niet doen nu. Want het is sowieso in Amerika is niet helemaal lekker nu. En ook helemaal heel erg interessant is als je naar Amerika nu gaat op vakantie. Of behoudt welke vakantie. Moet je mondkapje op natuurlijk, hè. Dus daar zit je in een vliegtuig van 6 uur met een mondkapje op. Nou, die mag je niet eens zo lang ophouden. Dus halverwege moet je wisselen. Ongeveer 5,5 à 6 uur dacht ik dat het ongeveer was. Kan ook best zijn dat het langer is, iets van 8 uur. Maar omdat er een boog in zit, zeg maar. Volgens mij niet, Mark, want ik zie genoeg mensen die mondkapjes uit jaszakken naar voren trekken. En zo verpleegd zijn ondertussen. Eigenlijk zou als de overheid het straks verplicht gaat stellen of wat dan ook, dan heb ik eigenlijk zoiets. Of geef heel Nederland één doos. Ze hebben genoeg voorraad. Geef in heel Nederland één doos van die wegwerkdingen van die 50 stuks. En dan zo van alsjeblieft, onze bijdrage voor jou. Oh jee.
Oeh, een brief moment 110 mijl per uur. Nou, kost geld. Ja, maar sowieso, Mark, het... Maar je moet ook goed kijken naar, bijvoorbeeld heel simpel, het hoeft niet 100% effectief te zijn, maar elk iets is meegenomen. En daardoor doen ze het. Nou, ben nog wat afremmen. Ik zie niet limited speed. Reduce your speed. Yes, we do. Ah, zo. Ik bedenk dat ik een goede deal had. 50 gekocht voor 5 euro. Jezus. Ik heb volgens mij 30 euro betaald voor zo'n doosje of zo. Jezus. Oh, dat was in het begin. Oeh, nog een Acela. Of Acela. Nog een ECS. North Elizabeth Track 2. Nou, op een of andere manier. Ik heb altijd dat mijn bureau bestaat. Als ik bijvoorbeeld in de bus zit met die mondkapje op of wat dan ook. Dan doe ik hem meestal zo. Of in ieder geval tot nu toe deed ik hem altijd zo. En in de winkel doe ik hem gewoon op. Want op een of andere manier met de luchtverversing wat daar is. Dan wordt hij nooit beslagen. Het is gewoon een bepaalde temperatuur. Wat is het ding? Ding op en de bril af. Ga ik terug? Ding af, bril op. Ik denk dat de meesten dat op die manier doen. Nee, dat was enkel geel. Enkel geel knippen. In Amerika, deze Nordische corridor maken ze gebruik van dubbele seinen. Dus zeg maar twee rood zo, twee groen. Dus zeg maar zo hier en hier. Dubbel geel, zeg maar zo schuin. North Elizabeth, track 2. Geniet je er een beetje van, Yeet? Aan het verkeer deelnemen, anders dan lopen zonder beroepen, ging ik ook niet doen. Dispatch, I will be routing you via the P&H line to Oak Island. The yardmaster will be in touch with you for yarding instructions. If you encounter red signals as you approach Oak Island, request permission tap to pass. Dispatch you out. Nou, dat zullen wij doen. Nou, 3,4 mijl nog, dus we zijn er bijna. Bij mijn moeder doe ik mondkapje op, bij mijn moeder is het verplicht. Ja, als je inderdaad langskomt, bijvoorbeeld inderdaad
verzorgingstehuizen en zo. Dat is allemaal tegenwoordig inderdaad allemaal gewoon verplicht gewoon. Dus moet je gewoon doen. En hetzelfde inderdaad straks, als het goed is in november, is het helemaal verplicht in de openbare ruimte volgens de wet. En als je het niet doet, ja, dan heb je gewoon een boete. Dan krijg je gewoon een boete en je kunt de winkel uitgezet worden en geweigerd worden. Dus, maar ze willen wettelijk regelen, dus vandaar dat er nu nog steeds een dringend advies is. Dus we gaan naar rechts. Half november. Ik dacht dat het ondertussen begin november was, maar als het half november al is, ja, dan nog een paar weken. Maar niet 100%. Het werkt wel heel iets, maar in ieder geval van, de, van alle onderzoeken en wat dan ook. Maar er zijn altijd mensen die dat niet willen. Oak Island Yard Master to CSX 1306. Bring your train into Oak Island Yard 32 siding and align your switches as required. Stop your head end next to the crew van waiting to pick you up and leave the power attached. Yard Master out. Oké. Okay. Ondertussen die. Even kijken die. Dit moet helemaal op de onderste zijn, dus ik moet die switch moeten zetten. Nou komt dat in ieder geval goed. Oh, als goed effect, dat kan het onder de coronaspoedwet hebben. Dus wees er maar niet bang voor. Mijn advies meestal wat dat gewoon heel simpel is, zo van, doe het nu gewoon al. Want er zijn al genoeg mensen, zo van, als je straks verplicht wordt, als je nu al doet, je went al geen moment aan. Hetzelfde voorbeeld inderdaad had ik ook toen de eerste keer in juni weer standaard met de bus mocht reizen en openbaar vervoer, moest je ook zo'n ding op. Ik denk zo van, nou, ik wil het eigenlijk niet doen, maar het is überhaupt verplicht, dus ik moet wel. Maar niemand kijkt je vreemd aan of wat dan ook, want het is al normaal daar. Dus het wordt ook in de winkels gewoon normaal, dus het gaat allemaal vanzelf op een gegeven moment. Openbare ruimte 70 meter vanaf ingang tot de hal. Ja, maar je moet, ik dacht dat het ook, Mark ook in kleedkamers en andere ruimtes, zeg maar, waar meerdere mensen komen, dan is het ook verplicht. In ieder geval, dus ik dacht alleen maar tijdens de sporten niet, maar in de kleedkamer en zo moet je het wel weer doen, dus ja, dat is... Direct naast deze jaar ligt de State Prison. Oeh. Kijken of we wat inmates kunnen zien zometeen. Nou, één ding, Gerben. Laten we zo zeggen. Zoals ik al zei. Als het straks is met de verplichting. Als je het niet doet, krijg je gewoon een boete. Misschien als je dan een paar van die boetes hebt. Dan komt de politie vanzelf aan de deur. Zo van, hé, je hebt dit niet gedaan. Betaal die boetes nu. Anders dan ga je er zelf in even een nachtje of zo. Dus dan krijg je zo'n vanzelf zo het idee. Mag alleen in de zaal je schoenen wissen en jas uitdoen. Nee, de flirt komt niet vandaag. De flirt hebben we in principe al een aantal, keer gedaan. Ik heb vandaag een jouw lievelingstrein op schema staan. Dus die gaan we in ieder geval wel doen. Nou, volgens mij zijn de meeste gewoon open. Kortrijd, Kou. Tot later. In ieder geval bedankt in ieder geval tot nu toe dat je er in ieder geval was.
En dan tot straks. Ik zou gewoon heel simpel met dat soort dingen gewoon even altijd de regels nalezen van waar je bent en daar gewoon netjes aan houden, want het wordt gewoon gevraagd van je. Je naam is dikker geworden. jokes, jokes, jokes ahead, echt waar. Sea jokes. Oh, geweldig. Denksport zeker. Darten. Dat kan ook. Darten is een sport, in ieder geval voor mij. Wat dacht drie zwisspuzzels, poelen. Wat dacht je van golfbiljart, Mark? Sorry. Oh, geweldig. Blijkbaar zou hier een prison moeten liggen, maar blijkbaar is die nog niet gebouwd. Oh god. Kijk, diesels. Echte Amerikaanse proppe SD40-2 diesels. Ja, ja, ja. Tom, goedenavond en welkom. Non-breaking space? Wat? Het 232 is nog groen vergeleken met die ding. geweldig. Welkom to Rangierstation Kievenhoek. kan gebeuren. Dankjewel Tom voor de déjà vu. Well done, you have completed the run from Perth Amboy to Oak Island. Take a break. Scenario complete.